De politieke partij Stree heeft vandaag een strafklacht ingediend tegen ex-minister van Financiën Adeline Weinerman en de huidige minister van Financiën Gilmour Hoefdraad. De klacht is ingediend bij de procureur-generaal. De nieuwste politieke partij motiveert dat beide politieke toppers misdrijven hebben gepleegd. Terwijl Weinerman een onjuiste weergave van financiële verslagen moet hebben gepubliceerd op de website van het Bureau voor de Staatsschuld, moet Hoefdraad de obligatieplafonds hebben overschreden. Voorzitter van de partij, Maisa Neus, ging na het indienen van de strafklacht dieper in op deze kwestie. In 2015 heeft het ABS valse cijfers gepubliceerd ten aanzien van het BBP. Economen en onderzoeker Anand Bihari heeft dit toen de tijd al geconstateerd en hier ook een uitspraak over gedaan in zijn artikel. Naslagwerk is te vinden op de volgende website www.sukbar.com. Tot op heden is een uitspraak van de ABS ten aanzien van deze beschuldiging uitgebleven. Implicaties hiervan zijn dat als je een te hoge BBP hebt, dat het schuldratio daalt. En hiermee kan de minister dus het volk misleiden met en aangeven dat het schuldplafond niet is overschreden, maar dat gaan wij het tegendeel bewijzen hier vandaag. Enkele belangrijke termen die belangrijk zijn om te weten voor het onderzoek zijn het volgende. 1. Geldleningsovereenkomst. Dat bestaat uit de hoofdsom en rentes. Het is een totaalbedrag van, stel bijvoorbeeld, je leent bij de bank 100.000. Tot slot presenteerde Neus enkele conclusies ter motivering van de aanklacht. Ze benadrukte dat de conclusies gebaseerd zijn op onderzoek. De tweede opname van mei is 20 miljoen. Dat is dus een trekking. De oude wet zegt van bruto verantwoording, dus de hoofdsom rapporteren, tegen de koers die de wet zegt op dat moment, 4,04. Dit is ook een kromme bijeenkomstigheid, omdat in realiteit op 31 december 2016 dit de werkelijke wisselkoers was. In de wet is opgenomen dat je, omdat je de BBP van 2015 moet berekenen, gebruik je dan vervolgens het wisselkoers van dat jaar, 31 december 2015. Het is heel krom, want in realiteit gaat niemand jou vandaag de dag voor deze waarde voor 1 dollar 4 SRD geven. Niemand. Iedereen wil gewoon de totale waarde. We hadden net aangegeven dat de regering dus 26 april een wetswijziging heeft ingediend waarbij ze aangeven dat ze willen gaan van bruto naar netto verantwoording. Maisa Neus, voorzitter van de politieke partij Stree, vandaag tijdens een persconferentie over de strafklacht tegen ex-minister van Financiën Adeline Weinerman en minister van Financiën Gilmour Hoefdraad.